Ik ben weer in de jaarbeurs en dit keer voor Bright Day. Het is een evenement met allemaal technische innovaties. En ik zag al een aantal toffe dingen voorbij komen die ik heel graag wil zien. Wat precies ga ik niet verklappen, kijk maar met me mee. Zie jij wat ik zie in de verte? Daarachter vindt de drone race plaats. Ik hoop dat ik een beetje vooraan kan staan, want het is erg druk. Mijn naam is Vince Irene, dit was drone race. Oh, ah. Ik ben net te laat. Ah yes, hier was ik naar op zoek, maar ik moet dus wel een half uur in de rij staan. Maar dit is een 360 graden fotobooth. En ik had online al een beetje gespiekt, maar de binnenkant is helemaal groen. En dan hou je een 360 camera vast en dan projecteren ze daar een 360 graden achtergrond bij. En dan is het dus net of je boven op de bergen staat, terwijl je eigenlijk gewoon in een groene tent staat. Oké, daar ga ik. Jullie mogen weer. Ben je alleen? Ja. Oh, gezellig. Ik ben aan het werk, hè? Hallo. Doeg. Oh, nou, dan ik denk niet dat je me kan horen, want er is heel veel wind hier. Ik kan dus nu verschillende achtergronden uitkiezen. Onderzeewereld. Lekker bezig hier, Julian. Ziet er zo uit, ja. Je kan dan 360 graden draaien. En dit is de lucht met de vliegtuig. Ja, die wil ik wel. Ja? Ja. Selecteer die en dan kan je e-mailadres invullen en dan wordt je naar je verzonden. Oké, dankjewel. Dat duurt lang, maar je moet er wat voor over hebben. Wat Bright Day trouwens best wel goed doet, is dat ze zijn flights hebben gepland. Dus je kan alleen maar 's ochtends gaan of 's middags. Dus zo zorg je ervoor dat de rijen niet te lang zijn. Maar het nadeel is dat ik in de 4 uur tijd maar 3 dingen kan zien, omdat ik overal de hele tijd in de rij sta. Dus ja, het is niet helemaal ideaal. Maar goed, je moet er wat voor over hebben om iets tofs uit te proberen. En de spanning loopt hoog op. En volgens mij is het wel heel gaaf. Deze meneer zit in een Sensix en dat is een soort hokje waar je mee met virtual reality een beleving krijgt. Maar het is niet, normaal heb je natuurlijk alleen maar die VR-bril, maar je hebt dus ook geuren worden ingezet. Je voelt lucht, je voelt wind en ook warmte. En als het goed is hij nu aan het skydiven in een tussen wolkenkrabbers. En dat ga ik zo direct ook doen, dus ik ben heel benieuwd. Wat kun je ermee doen op een evenement? Ja, we kunnen dus deze pot neerzetten om multizintuigelijke belevingen op een event te hebben. Dus als je bijvoorbeeld een bepaald merk of een bepaald iets wil uitdragen, dan kan dat. We hebben bijvoorbeeld voor een producent van kokosdrankjes een hele kokosbeleving gemaakt. En die hebben we op een grote beurs, foodbeurs, de Anuga in Keulen laten zien. En de mensen waren er heel blij mee. Oké, ik zit er. Als het goed is ga ik nu, ik weet niet, waar ben ik eigenlijk? In een metro? Ik ruik ook, ik ruik geen metrolucht. Het ruikt gelukkig wel lekker. Ik rijd door een bos. Oh ja, nu ruik je ook wel een beetje frisse lucht. Oh, ik voel hitte nu achter me. Kan dat kloppen? Zien jullie dat ook? Oh ja, je ruikt ook vuur nu. Oeh. Apart, ja, brandlucht ruik ik nu. Is het klaar? Wow, dat was echt heel apart. Super gaaf. En ik moet snel weer uit. Nou, dit vind ik dus echt een geweldig idee. Ik had hem ziekem zelf ook al een keer bedacht toen ik die VR-stoel op een evenement zag. Toen zag ik mensen in een hokje staan en toen dacht ik, oh, dit is een VR escape room. Dat was het dus helemaal niet en toen bestond het ook nog niet, maar nu wel. Kun jij me kort vertellen wat de virtual escape room inhoudt? Ja, dit is virtual reality escape room time en we hebben hier een pop-up versie. De pop-up versie duurt ongeveer een kwartiertje. We komen in een gevangenis terecht, we zijn lid van de maffia. We moeten proberen een gouden ei te pakken te krijgen. Dat moeten ze doen door goed samen te werken. Maar ook af en toe met een VR-bril in virtual reality te stappen. In VR zie je de bepaalde dingen, informatie, die je weer nodig hebt in de echte wereld.
daardoor krijg je een hele leuke wisselwerking van de echte wereld met virtual reality. Gaaf, goed idee, dankjewel. Oh, kijk dat dan, zo gaaf. Zo, hey, de middag vloog voorbij. Het was best wel jammer, want ik zo lang in de rij moest staan en daardoor niet zo heel veel dingen heb kunnen zien. Maar wat ik heb gezien was heel erg tof. Ik vond vooral het VR van Sensex heel tof in het hokje. Gewoon een hele bijzondere beleving. En ik vond eigenlijk dat lichtbalkje ook wel leuk. Wat je er met evenementen kan, weet ik zo 1, 2, 3 niet. Daar is het ook niet speciaal voor gemaakt, maar dat vond ik wel cool. Oh ja, en natuurlijk die 360 graden fotohokje vond ik ook heel erg tof. En ik vermoed dat we dat nog wel vaak gaan tegenkomen. Ik hoop wederom dat jij weer geïnspireerd was en tot de volgende keer.